gaat dat worden? Morgen wordt het helemaal snikheet. Het was een verwerkingsproces. Noem drie insecten. Bij spinwesp. Ja. Goedemorgen, het is dinsdag. En ik moest wel lachen. Ik ging net bij Sarah kijken. Ik heb opeens heel erg een traan over trouwens. En die lag nog te slapen. Ik denk, oké. En toen kwam ze net overgelopen. En toen zei ze dan tegen mij. Mam, even kijken of ik het goed zeg hoor. Want anders mama, ik blijf vandaag heel de nacht lekker slapen. En ik kan me wakker maken voor het plassen. En me wakker maken voor wat te eten en te drinken. Ja, maar wat zei je? Normaal weet ik niet wat het is, maar vandaag wil ik heel de dag lekker op bed blijven liggen. Ja. Toen dacht ik, oké, puberteit is nu begonnen. Echt, Sarah wil normaal nooit in de bed. Nou, dat is niet waar. 'S ochtends kan je het nog altijd even lekker vinden. 'S avonds wil je niet slapen. Ik zie je ogen. Beetje. Kom je lekker even tegen me aankruipen nog? Dat vind ik zo heerlijk altijd 's ochtends. En ik vind het zo lekker als ik zo lig. Oh, lekker uitrekken. Ja, maar ik doe het. Kijk, ik doe mijn benen gewoon zo in de lucht. En zo. Oh. Ik vind het ook altijd zo lekker 's ochtends. Even al die spieren weer uitrekken. Oh, geweldig. Ik dacht dat het een goed idee was om hem in een papiertje te doen. Dat hij niet meer weg zou gaan. Dus ik heb hem daarna nog heel eventjes weer in een papiertje gedaan. Je tand? Ja, dus dat was wel heel handig. Dat is wel heel handig. En nu is hij natuurlijk wel altijd een papiertje. Ik hoop dat ze volgende week het papiertje weer op naar mijn nachtkastje heeft. Maar je bent zo je bed uitgegaan zonder te kijken. Dat ik had ook nog deze zomer. Ja. En ik kan zo wel een beetje naar beneden kijken. Ik snap het. Hier is jouw mond, hier is je neus en hier zijn ogen en hier zijn ogen. Oké. Okay. Hier zijn je wenkbrauwen. Ja, helemaal goed. En hier is je haar. Ja, en hier ben jij. Hi camera. Blijf gewoon nog heel even in bed liggen, lekker samen. Doen we dat? Ja. Okay. Strijd, wie sterker is. Nee, daar heb ik nog geen zin in bed nu. Heb ik nog geen zin in. Gewoon, hè? Je hebt zo'n gek gezicht met die tandjes eruit. Lekker. Een gek gezicht, ja. Eerst nog even een boterhammetje. Alsjeblieft. Bedankt. Hoe koud. Ja. Ik ben aangekleed en opgemaakt. Ik heb deze top aan van Envy. Oh, rok is ook van Envy. En laarsjes van Vagabond. En we gaan nu even snel boodschappen doen voor alles wat ik vergeten was te halen. Doe jij de boodschappen? Ja. Gezellig. Oh, en dat de boodschappen even weggebracht. En toen ben ik nog even thuis geweest. Ik word nu in de auto onderweg. Zij heeft een afspraak. Het is zo niet in de auto. En hoe gaat dat worden? Morgen wordt het helemaal snikheet. Dus, en dan een paar dagen. En dan is het echt zo niet fijn als het in de auto moet stappen. Maar goed. We kennen het allemaal. Wij hebben net lekker gegeten. En Sarah is heel even met Marco mee naar de winkels. En we hebben zo spelletjesavond. Nu komt mijn broertje eerder, want Sarah wilde heel graag ook een keer een spelletje meespelen op spelletjesavond. En Kaylee komt later. Dus we spelen eerst een spelletje met Sarah. Die gaat dan naar bed. En dan tegen die tijd is Kaylee er ook. En dan gaan we verder met onze spelletjesavond. En ik ben nu even hapjes aan het klaarzetten. Dan hoef ik dat zo niet meer te doen. Dat scheelt. Oh. En kijken. Ik verwacht Sarah en Marco elk moment terug eigenlijk nu. Oh, mijn borst wil niet. Hij wil niet.
Nou. Er zit zo'n velletje om die gekookte worst, dit, maar ik kom er niet doorheen. Ik wil ook niet mijn hele worst doorsnijden. Oh, nou heb ik hem volgens mij. Ja. Eindelijk. Laat 30 seconden lang zien wat je doet als je een sms'je krijgt van een jongen die je leuk vindt. Maar het is een jongen die die leuk vindt. Dat staat er in de opdracht. Zou die dat doen bij een jongen die die leuk vindt? Niks. Het was een verwerkingsproces. Je hebt 45 seconden om de naam van je vriendinnetje rechts achterstevoren te zeggen. Start. Wat is mijn naam achterstevoren? Ik weet het. Probeer maar, waar eindigt het mee? I. Ja? I, had je? I. Ik zou het... Nee, dan zeg je het weer van voor naar achter. Die ei wist je nu. Nou. Tas. Een ei had je al. Was de Zat. Ja, dus dan heb je ei en zat. Ei zat. Ja. Ik weet het niet. Ja, je hebt je nog bent er bijna. Nee. En dan de eerste twee letters nog achter te voelen. Nee, je was hem al. De eerste twee letters. Ja! Je hebt hem. Prima, go away. Kaylee is er ook. Yay! Oh. Gaat gelijk of fout? 10. Ik hoef geen 10 te noteren. Jullie mogen als jullie willen 10 noteren. Maar je bent nooit verplicht al iets te noteren. In je eigen beurt moet je iets. Jullie komen denken, ja, die wil ik. Dus, oké. Okay. Ik ga voor de groene 11. Noem 3 dingen die jij onweerstaanbaar vindt. Mezelf, chips en slapen. Vooral zichzelf, hè? Dat doet het hem. Noem 3 insecten. Bij spinwesp. Ja. Nee. Nee. Oh, een vlieg, een mug en een mier. Ja. Ja! Zo, ik zei ook nog ja, maar hij heeft wel gelijk. Een spin is geen insect. Oh, ik sta in de danger zone. Dus als ik een fout heb, dan ga ik nokkie. Noem 3 onderdelen van de Olympische Winterspelen. Skiën, snowboarden en schaatsen. Het was er al, Kan hem. Volgens mij gaat het ook makkelijker als je die tijd niet hoort. Ik ben in ieder geval uit de danger zone. Dat is wel echt waar. Als je tijd hoort, dan weet je het opeens niet meer. Oh jee. Nou wil ik hem helemaal eten. Noem 3 oefeningen die je op de vloer doet. Opdrukken, opzitten en seks. Dat is echt een belangrijke oefening. Ik vind het geen oefening. Nee. Ja, of hij heeft heel veel oefening nodig nog. Ja. Maar... Ja. En na een zeer gezellige avond ga ik lekker mijn bedje in. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je graag morgen weer terug. Doei doei!